Hallo mensen en welkom bij Dennis Doet. Laatst werd ik gevraagd door ene Guus of ik mee wilde helpen aan een interview. Dat interview was niet zomaar met Ellie van 13 Hoog, nee, het was met Arjen Lubach. Een gast die al meerdere tv-shows heeft gehad en ook in het theater staat. Natuurlijk zei ik dus meteen ja en vanmorgen zijn we dus meteen met de trein naar Amsterdam gegaan. Dit is meer een vliegtuig, maar je begrijpt wat ik bedoel. Grip. Ik heb hier en daar kort wat opnames gemaakt en daar gaan jullie nu naar kijken. Eenmaal aangekomen bij het theater Bellevue ging er iets fout. We stonden te wachten in de gang en ineens komt de personal assistant of producer van Arjen Lubach naar ons toe. Ze zei tegen ons dat Arjen niet had begrepen dat er een camera bij zou zijn, of twee camera's zelfs. Maar gelukkig was het geregeld en we kregen tijd voor een interview met camera's. Alleen één klein probleempje, we hadden maar 2 of 3 minuten. En dat voor een draaiboek die Guus had gemaakt van ongeveer 10, 15 minuten. Ja. Dus moesten we wat improviseren en hebben we dus een interview gedaan die uiteindelijk toch nog 6 minuten heeft geduurd. Na 1 of 2 uur wachten in de foyer. Kwam dus eindelijk Arjen Lubach. Hier zien jullie een sneak preview van het interview. Is wat te doen, hè? Ja. Hoi mensen. Hi. Wat is dit? Ja, dit komt zo meteen. Oh, vind je het van alles voorbereid. Ja, prachtig. Ja? Want ik zou... Als het zou moeten. Dus je mag één ding kiezen, of je gaat dood. Zou je dan... Dan zou ik dood gaan. Zou je dan serieus dood? Nee, nee. Wauw, hoe goed was dat? Dit was Arjen Lubach. Dit was Guus. En ik ben Dennis. Ik ga bier drinken. Sorry. Willen jullie de rest van het interview zien en de hele video van Guus? Ga dan hier naar de video van Guus met Arjen Lubach. En abonneer ook meteen op Guus Liebrand, want ze heeft allemaal interviews met allemaal bekende mensen. En nu nadat ik in de trein in slaap ben gevallen, maar nog net op tijd wakker werd voordat ik in Arnhem moest overstappen. Val nooit in slaap in de trein. Ben ik eindelijk thuis en ben ik moe. Dus ik ga naar bed toe. Vond je deze video leuk? Geef dan een groen duimpje omhoog. En wil je meer van mij zien? Druk dan op abonneren. Let's do it. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!